Dag iedereen, ik ben Alex Verhoeven en ik stel jullie vandaag een gerechtje voor met Royal Belgian Caviar. Namelijk coquille, mierikswortel, aardpeer en Royal Belgian Caviar Ocetra. We gaan starten met de opmaak van ons gerecht en met de coquille. Nu de coquille, die zijn licht gepekeld, die hebben al een soort van garing gehad. Die gaan we branden. Dan op de coquille, een klein beetje zesten van citroen. Mierikswortel. Een klein beetje maldonzout of fleur de sel, naar keuze. Die gaan we dresseren op bord. Aardperen. We hebben aardperen geroosterd in de schil. We hebben een dunne carpaccio van. Die zijn niet door en door gaar, maar die zijn eerder een klein beetje beetgaar. Die gaan we gewoon mooi leggen op het gerechtje. Dan hebben we een crème van citroen. Nu, dat is een heel makkelijke bereiding. Dat is eigenlijk citroensap, limoensap, bergamotsap, alle citrusvruchten. Mooie verhouding daarin. En opgebonden met agar-agar. Of kappa, een soort van geleermiddel uit zeewier bereid. Het is niet de bedoeling dat de mensen dat gaan zien liggen, maar dat ze dat tegenkomen. Elke hap dat een soort van verfrissing in de mond geeft. Dan heb ik hier een plateautje. Daar vinden we twee dingen op. Komkommers, dit zijn van die snoepkomkommers, mini-komkommers. Gewoon à la minuut licht gezouten met maldonzout. En we hebben oesterblaadjes, daar doen we een klein beetje olie op. Mooi, die komkommertjes leggen. Ook een willekeur, we hebben allemaal een gevoel voor esthetiek, gebruik het. De oesterblaadjes. Die zijn ingevet. Dat is voornamelijk visueel. Heel mooi. Dan heb ik hier onze Royal Belgian Caviar. In dit geval Ocetra. Dus we zijn voor verschillende formaten en vormen en soorten van de caviar. Beluga, Ocetra, noem maar op. Ocetra is voor mij de mooiste. Persoonlijke favoriet. Mooi in het midden van een gerechtje. Nu het gerechtje werken we af met eigenlijk een klassieke beurre blanc. Dat is eigenlijk zoals we hem kennen. Dus, voornamelijk boter, om het zo te zeggen. Redelijk klassieke jus. Klein beetje citrus zit erin. Mierikswortel zit erin. Dan gaan we op het laatste moment een olie van de stengels van de peterselie. Dus een klassieke krulpeterselie houden we de stengels van bij. Die draaien we op 70 graden met neutrale olie. Dan laten we die rustig uitlopen door de filter. Dat doen we onder de jus. Een beetje krijgen we eigenlijk zo mooi die groene druppels in die jus. En zorgt ook zo over die typische peterselie smaak, een beetje dat pittige, dat scherpe. En dan werken we heel subtiel het gerechtje mee af, niet te veel. Laat hem mooi ernaast lopen. Dan krijg je een mooi dat fris groene. Dus voor jullie een mooi gerechtje. Gebrande coquilles, geroosterde aardpeer, gezouten komkommer, oesterblad, Royal Belgian Caviar, Ocetra in het midden. Jus, klassieke beurre blanc, opgefrist met mierikswortel, geeft een klein beetje die pittige toets. Heel eenvoudig, heel puur.